Vandaag in Tabletalk de man die Griekenland, Cyprus en Turkije heeft verlaten voor dit weer. Weet je zeker dat het een goede keuze is geweest? Qua weer niet, nee. Is het een hele foute keuze. Maar alles eromheen is het wel een hele prima keuze geweest. Ja, hoe gaat het hier nu? Past het plaatje als een keepershandschoen zoals je had verwacht in het begin? Jawel, het is wel. Ik heb natuurlijk gesprek gehad vooraf dat ik kwam. En over de rol gesproken. En dat is voor mij dan wel de eerste keer dat ik die rol doe. Dus dat was wel zoiets van, oké, kan je dat uiteindelijk? Maar ik denk dat het goed gaat. Ja, want hoe ziet die rol er nu uit? Nou ja, je bent de derde keeper, dus kans op speeltijd is heel klein. Ja. Dus dat is wel een omschakeling die je moet maken, want ja, je voetbalt om te spelen. En dat is wel, daar werk je uiteindelijk naartoe. Alleen nu werk je ergens anders naartoe en dat is met het team naar het weekend om zo ready mogelijk te zijn. En om uiteindelijk kampioen te worden, want daarom ben ik eigenlijk ook wel teruggekomen. Ja, want in je eerste interview zei je ook, ik ben hier om dit team te helpen. Ja. Hoe ziet dat eruit? Wat is jouw rol dan op het trainingsveld? Gewoon knijterhard je best doen. Dat is, dus op zich, op het trainingsveld is het niet heel anders. Want je moet gewoon daar zijn, want als je dat niet doet wat je moet doen, dan gaan die jongens ook denken van, ja, weet je, wat doe je hier? Mm-hmm. Dus dat is één, is gewoon knijterhard je best doen op het veld en laten zien dat je het nog steeds kan en dat je gewoon voor dit niveau goed genoeg ben. Ja. En ja, daarbuiten praat je wat meer met jongens, zeg maar, individueel of in groepjes. Dat is meer. Dat is eigenlijk meer wat je doet. Het is wel iets wat ik heb moeten leren, maar dat is ook de ervaring waarvoor ik dus ben gehaald en die ik heb. En hoe ziet zo'n gesprek er dan uit? Ja, dat kan over van alles gaan. Dat kan over het voetbal gaan, over het tactiek, over thuissituaties. Vrouw, vriendin, eten, whatever. Het kan over verschillende. Dat ontstaat. Dat gaat niet zo van geforceerd. Mm-hmm. Het is meer van iets wat je ziet. Of, ja, en het moment moet ook zo zijn. Dus wat jij ziet. Dus ze komen niet bij jou, maar jij bent eigenlijk een beetje een vogelperspectief kijken. Nee, ze komen ook wel eens. Ik heb ook wel eens gehad van. Ja, maar jij bent al zo oud. En jij zit al zo lang in het vak. Hoe kijk jij er tegenaan? Ja. Want ja, er zijn natuurlijk heel veel jonge jongens. En die kijken op een manier naar het leven of naar dingen waar ik anders naar kijk. Of waar ik vroeger ook zo als hun naar keek. En vaak zit je ook op dezelfde lijn. Dus dat is, we hebben best wel leuke gesprekken. Ik vond ook wel, dat je goed streng was. 20 juni, de eerste trainingsdag, stonden hier wat jongens om handtekening te vragen en een aantal spelers die liepen naar de kleedkamer toe. Ja. En jij haalde een speler terug, hier komen, handtekening uitdelen. Zo ben jij. Kijk, dat is dus ook, het moet op het moment kloppen en het moet niet vervelend zijn. Dus als je dat iedere keer moet doen of zo, dan is dat vervelend, maar ja. Dat was de eerste dag. Ik kan hem niet helemaal terughalen, maar nu dat ik zelf een kind heb, merk je wel wat voor impact onze status, ons beroep, zeg maar, heeft op de jeugd. Ja, als je dan 3 minuten langer buiten moet staan. Kom op, al regent zo, het. Zo. Ja, met de wetenschap van nu, hè? Ik bedoel, je hebt een hele carrière achter je liggen. Wat vind jij dan dat jonge jongens of jonge profs echt niet mogen vergeten, echt in acht moeten nemen in hun carrière? Kijk, wil je echt de top halen, wat ik voor mezelf vind ik ook niet heb gehaald, maar echt, laten we zeggen, niet de top, het uiterste uit jezelf, het leven voor voetbal. Ja. Dat is denk ik, als je het in het algemeen zegt, bij elkaar pakt, is het leven voor voetbal. En wat daar allemaal bij komt, dat zijn echt heel veel dingen. Maar dat is, als je het hoogste eruit wil, dan moet je dat doen. Ja. Van welk moment heb je het meest genoten? Wat is je gelukkigste moment in je leven? Gelukkigste periode? De geboorte van mijn zoontje. Ja? Ja, dat is. Het is heel cliché. En je kan er pas over meepraten op het moment dat je ouder bent geworden. Maar dat is zoiets magisch. Ja, dat er kan geen kampioenschap, Europese voetbal onder 21 tegenop. Nee? Nee, zeker niet. Mooi. Als ik nou jou de mogelijkheid geef om één ding te kunnen veranderen
in jouw carrière? Wat zou dat dan zijn? Misschien iets in de mentaliteit, hè? Ik denk dat dat het is. De mentaliteit die ik had als jonge jongen. Als ik de mentaliteit die ik nu heb, de afgelopen jaren heb, toen had gehad, dan had ik er waarschijnlijk meer uitgehaald. Maar goed, ja? dat is wel een leerproces. En daarom denk ik ook dat ik nu deze rol kan vervullen. Omdat ik weet van oké, als ik dit en dit en dit had gedaan, had ik er waarschijnlijk zelf meer uitgehaald. Maar dat kan ik, ja, daar kan ik nu wel over praten met mensen. Heb je dan ergens spijt van? Nee. Ik ken geen spijt. Nee? Nee. Ik heb een mooie mentaliteit in ieder geval. Je doet dingen op een moment, omdat dat moment erop, dat vraagt er gewoon om. En dat heb ik altijd met volle verstand gedaan. Ja. Dus dan kan ik achteraf niet zeggen, ja, had ik maar. Nee, dat vond ik toen de juiste keuze en die heb ik gemaakt. Ja. Kun je het moment terughalen waar je de meeste euforie voelde onder de lat? EK in Nederland met Jong Oranje. De wedstrijd tegen Engeland, die penalty reeks. Ja, dat was wel echt het mooiste moment. Want je hield er hoeveel tegen? Ik hield er 3, ik scoorde er 1. Achteraf hoorde ik dat de trainer Foppe de Haan wilde. Op een gegeven moment pakte ik een penalty. En die penalty daarna was de beslissende. Als we die hadden gescoord, dan dat hij wilde dat ik die nam. Maar ja, er zat 20.000 man in het stadion. Ja. En ik had er net volgens mij 2 gepakt. Dus ik was niet op aarde, zeg maar. Dus dat heb ik niet meegekregen. Maar ja, dat was wel het mooiste. Gelukkig zijn de beelden, hè? Ja, ja, ja. Heb je voor mij een hele leuke anekdote? Je hebt toch, wat je zegt, 22 jaar profcarrière. Ik zie jou een beetje lachen. Er gebeuren toch heel veel leuke dingen ook achter de schermen? Ik heb een moment met Van Gaal. Ja. Toen kwam ik net bij AZ. Toen hadden we een penalty tegen. En toen ging ik de verkeerde kant op. Van Gaal, net als volgens mij jullie de afgelopen week wel kunnen hebben zien, dat hij traint op penalties en hij wil niet dat keeper schokken. Ja. Dus die wedstrijd wonnen we, dik volgens mij 4-1 of zo. En toen kwamen we in de kleedkamer en toen zei hij van, het ging helemaal uit zijn plaat. Iedereen was natuurlijk hartstikke happy. Mm. Het ging ook goed dat moment met AZ en het ging helemaal uit zijn plaat tegen mij. Godverdomme water, man! Wow, oké. Het is geen casino! Mooi. Ja, daar ging je helemaal op door en het heeft hij er van alles uitgegooid. Maar dat was wel een moment dat ik zoiets. En dat was echt, het was net, hè. Ik was net baas. Ja. En het ging goed en ik voelde me lekker. En toen zei hij van, ik weet niet of je al hebt getekend, anders zorg ik ervoor dat je niet tekent. Nee joh. Ja. Maar weet je, dat was, kijk, en van hem kan je het hebben omdat hij is super eerlijk in je gezicht, maar hij zal je naar buiten wel altijd beschermen. Dus daarom op een gegeven moment ben ik er bij hem ook naast komen te staan. En dan meestal heb je wel een wrok tegen het trainen, maar bij hem heb ik dat niet, want hij is wel gewoon altijd eerlijk geweest. En wat ik zeg, hij beschermt je ook. Het wint respect af. Ja, en hij is ook oprecht geïnteresseerd. Hij was toen de hoofdtrainer bij Ajax toen ik daar zat en toen had die Ko Adriaans, die deed de jeugd. Hmm. Maar die twee wisten alles van elke speler, van familie, broertjes, zusjes, kende iedereen bij naam. Dus dat dwingt de respect af en ja, daar kijk je wel tegenop. Hoe zie je eruit als familieman? Nu dat ik hier ben en ook in deze rol, veel meer als vader als dat ik speelde. Want dan ben ik best wel egoïstisch, zeg mijn vrouw ook altijd. En ja, ik denk dat een sporter dat ook wel moet hebben. Egoïstisch in? Ja, gewoon in mijn leven, in het leven voor voetbal. Ja. Dus op tijd naar bed gaan, uitrusten, eten. Jouw rooster, jouw planning. Juist. Ja. En ja, je bent met een familie en ja, die kleine gaat naar school, je vrouw werkt, die moet thuis de boel in orde houden. Je staat ineens op nummer 1. Ja. Ja. Dus, en dat is nu dat ik in deze rol zit wel echt anders, want ja, dan ga je sta je 's ochtends vroeg op om die kleine naar school te brengen. Of je staat langs de lijn. Of je doet veel meer thuis. Ik doe veel meer met mijn vrouw. Dus dat is nu wel echt anders dan dat ik speelde. Dan was ik wel echt egoïstisch. Die druk is nu verplaatst naar jouw zoontje, want die speelt ook bij PSV. Hoe is dat gegaan? Nou ja, ik wil niet dat hij druk heeft. Ik wil gewoon dat hij heel veel plezier heeft, want dat is het belangrijkste. Dat is gegaan. We kwamen hier. En hij kan wel voetballen. En toen hebben we hier gevraagd hoe dat zat.
Ja, hier moet je natuurlijk aangenomen worden. Mm. Normaal gesproken scouten ze een heel jaar. En hij heeft toen stage dagen gehad. 4 stage dagen bij zijn, zeg maar, zijn leeftijd. Ja, en dat is goed gegaan. En toen hadden ze zoiets van, ja, hij kan echt wel voetballen. Dus toen is hij aangenomen. Ik hoorde dat omdat papa een uur voor de training in ieder geval aanwezig moet zijn, dat hij dat dan ook maar gewoon moet doen. En dat het niet erg is dat hij dan hier alleen in de kleedkamer zit. Ja, nee, dat vindt hij. Nee, dat is wat ik zeg. Als hij daar is, als hij in de omgeving voetbal is, dan maakt het niet uit hoe lang hij daar moet zijn. Hij wil na een training ook niet naar huis. Hij wil zo vroeg mogelijk komen. Ja, het is gewoon. Het is heel apart hoe hij zoveel van voetbal houdt. Want wij hebben het. Ja, oké, hij gaat al vanaf 3 maanden mee naar het stadion. Maar dat wil nog niet zeggen dat een kind dat ook echt zijn passie is of wordt. Ik word er soms zelfs wel moe van dat zoveel voetbal hij wil alleen maar voetballen. Draag je dan ook de oren van je kop? Ja. Ja? Ja. En hij zei van de week, want we wonen nu gewoon hier in een huis, maar we hadden in Kreet hadden we een hele grote woonkamer met heel veel ruimte en daar voetbalden we, deden we voorzetten en dat soort dingen. Zei hij, ik wil eigenlijk terug, want dan kunnen we weer voorzetten doen, dan kunnen we weer afwerken. Ja. Dus het is echt, ja. Als jij een hele dag zelf zou mogen inplannen, dus geen rekening hoeft te houden met voetbal of wat dan ook, hoe zou jouw dag er dan uitzien? Nou ja, 's ochtends opstaan, klein naar school brengen en dan in het buitenland vooral deden was dan lunchen met mijn vrouw ergens buiten, want dat was het moment voor ons alleen. Dus dat zou ik dan doen, een beetje door de stad slinteren. Ik ben gaan houden van koffie. En ik wil nu zo'n. Paul! ik wil nu zo'n ook echt zo'n barista-apparaat kopen om echt zelf je koffie te maken. Dat is wel iets waarvan ik ik ben nog geen. Figuurtjes erin. Ja, ik ben nog geen echte kenner, maar ik ben wel onderweg van. Ik vind het wel heel interessant. Nieuwe koffieman. Ja. Bij welke film heb je het meest gehuild? Nog nooit gehuild. Nee? Nog nooit gehuild bij een film? Nee. Oké, waren dit random vragen. Goed, deze tafel die wordt aan het eind van het seizoen verloot. Er zijn hier al 2 boodschappen van Jared en van Guus. Jij mag een andere boodschap voor een fan opschrijven met je handtekening. Even iets anders dan gefeliciteerd. Ja, jij weet als geen ander. Smakelijk! Dankjewel. Doei, dankjewel. Doei.